Henk Westbroek is woest op bol.com. In een reclame gebruikt de webwinkel zonder zijn toestemming een verwijzing naar zijn iconische regel Sinterklaas, wie kent hem niet? Daar hebben ze van gemaakt Sinterklaas, wie scant hem niet? En Henk die beraadt zich op stappen, vooral omdat het nu de tweede keer is dat het gebeurt. Als Henk op zoek is naar een cadeau voor zijn kleinzoon, ziet hij in de bol.com folder zijn beroemde zin weer terug. Die hadden Sinterklaas die scant hem niet bedacht. En dat mag niet, want het is een verwijzing naar Sinterklaas die kent hem niet. Scant is gewoon kent met een S ervoor. Sinterklaas, die kent hem niet. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk zwarte piet. De rel begint vorig jaar als Henk Westbroek niets vermoedend boodschappen doet. Ik zag er alleen eens met een scanner. Sinterklaas, wie scant hem niet? Met een grote S, zo'n chocoladeletter. Erbuiten dacht ik, ja, nou, dat is hartstikke lollig, leuk grapje. Maar later dacht ik van, wacht even, Albert Heijn die probeert er geen parodie op te geven, maar die probeert meer te laten scannen, dus die heeft een commercieel doel. En dan is het toch inbreuk op auteursrecht. En dat vinden ze bij Albert Heijn zelf ook. Henk krijgt 5000 euro dat vervolgens naar een goed doel gaat. Maar de verbazing is groot als Henk ziet dat bol.com, net als Albert Heijn ook onderdeel van het Ahold Concern, precies dezelfde gejatte slogan dit jaar weer gebruikt. Bij ruim een miljoen speelgoedboeken zit een inlegvel met dezelfde tekst. Sinterklaas, wie scant hem niet? Ze hebben dezelfde fout opnieuw gemaakt. Ze hebben ook niet de moeite genomen om even te bellen van tevoren onder het motto, joh, we willen nog een keer van je gaan stelen. Wat wil je er deze keer voor hebben? Ze hebben het gewoon gedaan. En ze hebben onmiddellijk toegegeven op Twitter dat ze het niet hadden mogen doen. Het is dom aan de ene kant, maar ze hebben natuurlijk ingecalculeerd dat hij met een eis komt. En ze hebben van tevoren keurig bedacht, nou, dat is ons wel warm. Ja, terwijl we hier naar kijken, zie ik Ronald echt nee knikken van... Ja, dit is toch echt, ja, ze doen het toch echt kansloos. Ik bedoel, dit is gewoon een supergroot bedrijf. Het is lang niet meer de kruidenier op de hoek. Ja. Die twee keer op rij gewoon auteursrecht schendt. En voor de duidelijkheid, als je iets schrijft, heb je automatisch auteursrecht. En dat betekent dat jij als schrijver de enige persoon bent die zegt wat er wel of niet met zo'n tekst mag gebeuren. En ja, zo'n reclamebureau, dus hetzelfde reclamebureau die dat ook voor Albert Heijn heeft bedacht, ja, doet het trucje gewoon weer opnieuw. Als ik hem was, zou ik minimaal een 500.000 eisen. Nou, ik heb begrepen. Dit is gewoon willens en wetens. Ze weten gewoon. Ze hebben vanavond Boulevard gehaald. Ze halen dit programma weer overal in de kranten vandaag. Ja. Ze hebben gewoon voor een 500.000 gratis aan reclame gehad. Maar goed, vorig jaar was het 5000 euro, hè, ja, na de voedselbank. Evert, hij laat het er niet bij nee, zitten. Nee, hij gaat nu zijn schoen zetten. En een hele grote ook, denk ik. Want ja, hij is het wel zat. En 500.000 euro is echt zwaar overdreven. Maar op een enkele 10.000 euro zou dit zomaar uit kunnen komen. Vooral omdat ze ook al hebben toegegeven, dit had niet gemogen. En het is hetzelfde bedrijf als vorig jaar. Toen ging het nog naar de voedselbank. Daar hoor ik Henk nu niet over. Sterker nog, hij zegt, voor mij zijn de energiekosten ook gestegen. En het levenskosten van het levensonderhoud. Dus ik denk dat hij het deze keer anders gaat oplossen. Ja. En dat het inderdaad veel meer geld gaat kosten. Maar in de kwade opzet die de heren hier vermoeden, daar geloof ik niet in. Ach, natuurlijk wel. Je gaat er niet twee keer dezelfde fout maken. Ja, dat maar even dit is een supergroot reclamebedrijf. Ja. Denk je dat dit een stom foutje is? Dat nou, kan dat denk bijna ik niet. Dat het heel slordig is en niet van, dan krijgen we heel veel aandacht. En dan ben je goed gelovig, Evert. Ja, maar ja, goed. Evert gelooft ook nog in Sinterklaas. Ja, daarom. Ja. Ja, dat past bij het onderwerp. Maar het is, het is een stomme fout. En het is geen vrolijke reclame voor bol.com zoals ze dat gewild hebben. Er is nu gedoe over en dat hebben ze ook liever niet. Maar vind jij dan persoonlijk dat excuus genoeg zou moeten zijn? Nee, natuurlijk niet. En ze zeggen, ja, ze hebben ook niet gebeld. Nee, volgens mij hebben ze het nummer ook niet van Henk. Want ze zeggen zelf, hij moet maar even contact opnemen. En dan zullen we naar een oplossing gaan zoeken. Ja. Dus daar blijkt wel uit dat ze... Maar jij gelooft serieus dat een reclamebureau in één jaar tijd twee keer dezelfde fout maakt voor een miljoenen oplagen? Ja, zo, dan ben je wel heel goed gelovig. Nee, dat gaat bij ons ook wel twee keer dezelfde fout. En of heb jij familieleden bij Ahold? Ja, nee. Even aandelen, denk ik. Ik denk, het is ook niet zo'n ramp. Maar ik denk dat het morgen opgelost is. En dan hebben ze volgens jou hun reclame. Nou, ik denk dat dat echt wel mee is. Het zou leuk zijn als ze dan volgend jaar ook echt een samenwerking hebben met Henk. Ja. Dat zou slim zijn. Ja, dat zou gewoon even doorpakken. Daar hebben we het er weer over. Ja.